DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Vanmiddag de uitwedstrijd tegen Capelle. Wat voor soort wedstrijd verwacht je vanmiddag, Bert? Nou, ik verwacht in het eerste half uur dat er heel veel strijd zal zijn. Veel 1-op-1 duels overal op het veld. En dat na een half uur de wedstrijd een beetje in een normaal tempo gaat komen. En dan gaat het erom welk team het beste tot voetballen toekomt. Die zal vanmiddag hier zegen vieren. Want ook met de weersomstandigheden, op een gegeven moment zal de kracht wegvloeien. En dan gaat het om dat de best voetballende ploeg vaak dan wat over heeft. En op dat moment, als je ook nog in die score aan de positieve kant ziet, dan kan het goed uitpakken. Maar je zal eerst vanaf minuut 1 die strijd met ze aan moeten gaan, want daar zijn ze uitermate sterk in. Je zei al, Capelle heeft die punten hard nodig. Hoe is het toch altijd dat in deze periode clubs van iedereen kan winnen of verliezen? Ja, het heeft deels te maken met de personele bezetting, schorsingen en blessures die vaak in deze periode tellen. Plus natuurlijk het alles of niets systeem. Hè. Je hebt niet zo heel veel meer aan gelijke spelen. Dus beide ploegen gaan tot het einde om winst te bereiken, omdat je die 3 punten gewoon heel hard nodig hebt. Dus ja, die krijgt heel vaak, zeker in de laatste 20 minuten, hele open duels. Ik ben nog volop in gang voor de derde periode. Hoe belangrijk is dat voor die ploeg? Leeft dat in de ploeg bij jou en bij jou? Ja, dat leeft zeer zeker. En de stand. We willen bij de top 5 eindigen. Plus het feit dat uiteindelijk ook die derde periode nog interessant is. En dat is een prijs. En een prijs die we graag willen behalen. Nou, dat willen natuurlijk heel veel clubs. Dus, maar we doen er nog in mee. Dus dan vandaag kan daar weer een belangrijke stap in zijn. Met welke 11 gaan jullie dat vandaag doen? We hebben een doel Todori Fellanas, Heiko Epe, Basiel Camara, Dennis Hollaert en Roald de Vries achterin. Een middenveld met Mark Bouwman, Lars Dekker, Mike Arends en Maurice de Ruiter. En voorin hebben we Benjamin Roemion en Daniel van Warven. Wensen we jullie heel veel succes bij deze wedstrijd tegen Capelle. Dankjewel. Wedstrijd hier van start. Uitwedstrijd voor DVS vandaag tegen Capelle. We zijn hier in Capelle aan de IJssel. Prachtig weer, mooi weer om te voetballen. Ook weer veel mensen mee vanuit Ermelo gereisd, trouw publiek. En de eerste overtreding die gemaakt is tegen DVS. Levert een vrije trap op. Roald de Vries meldt zich voor deze vrije trap. Herinneren allemaal nog wel de thuiswedstrijd van DVS tegen Capelle. Knotsgekke wedstrijd. 6-1 uitslag, 2 rode kaarten. Vermeende hensbal. Nou, die komt die vrije trap. Achterin de... Hey, via de verdediger van Capelle. Nummer 21, Rutger de Bos, gaat de bal over de achterlijn. Dat betekent dat DVS een hoekschop mag gaan nemen. Daniel van Warven gaat dat doen. Voordat... Komt die bal. Hij draait mooi in. Nee, daar is Basiel achterin. Levert meteen een mogelijkheid op voor DVS. Keeper zat mis. Keeper Bradley van der Meer. Opnieuw een vrije trap gegeven aan DVS. Mike Arends. Mike Arends scherpt daar op de eerste paal. Dat hij er niet in zit, is een wonder. Rotman met de vrije trap voor Capelle. Komt die bal. Hij zit, levert een kans op voor Capelle. Hij mag het opnieuw gaan proberen. Met Jamie Jalins voor hem. Laat die bal even vallen op Lars Dekker. Lars Dekker. Daniel van Warven. Oh, jammer dat hij niet die bal kon steken op Benjamin Romion. Roald de Vries met de voorzet. Maurice de Ruiter neemt die bal aan. Gaat schieten. Oh, wat een krachtige goal. Nou, jammer geen doellijn assistentie. Maar gaat hij er alsnog niet in. Ik heb mijn twijfels. Gevaarlijk moment opleveren voor Capelle. Ja, die gaat achterin schieten. Goede redding weer hoor van Todori Fellanas. Die staat toch vaak op de goede plek de laatste tijd. En zo vlak voor rust dat de scheidsrechter denk ik niks erbij gaat doen. Gaan we hier aan de thee met een 0-0 op het scorebord. Hier in Capelle aan de IJssel. Mike Arends met de corner.
Goed daar hoor. Heiko Epe. Roemion. Roemion. Oh nee. Weer net niet. Maurice de Ruiter daar. Rutger de Bos. Rutger de Bos. 16 meter binnen. Bal die stuit het gevaarlijk voorlangs hoor. Ook voorbij aan Heiko Epe. Gevaarlijk hoor. Van der Zanden. Dennis Hollard. Van der Zanden. Scheidsrechter geeft een penalty. Van der Zanden staat achter de bal. Kijk of Todori Velanas dit ook kan. Staat lekker te keepen. Laatste tijd. Zou fantastisch zijn. Komt die bal. Schiet hem goed in de hoek hoor. Zo komt Capelle hier op de voorsprong. Begin van de tweede helft. Rutger de Bos. Poort daar Daniel van Warven. Daar ligt de keeper goed in de weg. Oh, jammer. Lekker schot hoor! Ho, Lars Dekker. Die herstelt zich even van het balverlies van net. Op de plof. Boom. 1-1 hier. Uit het niets. Werken. En het werken wordt beloond. Hier is het 1-1 in de 80ste minuut. Hij fluit de wedstrijd af. Zo worden hier de punten gedeeld. Allebei een puntje voor de moeite. En dat was het hier vanuit Capelle aan de IJssel. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies. Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland. De businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.